We zijn nu dus in het filmhuis Klapij in Antwerpen, op de tweede verdieping. Die is volgestouwd en we hebben kamers vol met het archief van Fugitive Cinema en van Robbe de Hert. Dit is de kamer die eigenlijk vol lag met filmspoelen. Nu zijn er enkel nog een paar lege filmdozen, omdat we de films zelf eigenlijk allemaal al naar beneden gehaald hebben om te inventariseren. En nu gaan die naar het depot van het filmarchief Cinematheque in Brussel. En dus deze lag hier vol. Hier ook lag het vol met posters. En we zijn dus volop bezig met te ordenen, alles in bewaring te stellen. Maar dus, zoals je ziet, hebben we nog heel veel werk. Ook als je ziet dat er hier nog heel wat andere ruimtes zijn. Deze deur kan nu open. Daarvoor, tot kort geleden, kon je die niet openen door al het griep dat er eigenlijk in lag. Filmhuis Klapij, dat is een van de plekken waar de Robbe zijn stempel heeft achtergelaten, zeg maar, in het Antwerpse culturele landschap. In de jaren 70 tot begin de jaren 80, na de brand, was er het cultureel centrum De King Kong. Hij is Peter van de Roma. En hier in de Klapij is de plek waar hij jarenlang ook gewerkt heeft en waar hij zijn bureau heeft. En dan... voor mij ook de meest bijzondere ruimte is deze kamer. De bureau van Robbe de Hert, in feite jarenlang geweest, hè, zat daar dan aan die kant. Links stond er altijd een tv te spelen. Altijd de ene VHS-cassette na de andere. Altijd omgeven door het geluid van de film op de televisie. Hè. En ook nu, het stond hier tot kort geleden nog een stuk voller dan nu. Hè. Nu kan je de vloeren feiten zien, ervoor niet. Hier vind je natuurlijk ook heel veel van zijn correspondentie met allerlei andere filmmakers en allerlei mensen uit de culturele wereld. We hopen hier dus enorm alles goed in bewaring te nemen en af en toe ook iets te ontdekken of te vinden natuurlijk. Het archief heeft heel veel materiaal dat met de films van Robbe de Hert zelf te maken heeft, maar ook eigenlijk met allerlei andere zaken. Hè. Dus allerlei andere films. Hij was een collectioneur van alles. Hij kon niets wegsmijten. En hij bewaarde alles wat hij met film te maken had, in feite. Dus ook heel veel van de posters, affiches, dingen zijn allemaal andere films, internationale films. Nu als eerbetoon aan Robbe heeft de Filmhuis Klapij ook een oude poster van hem voor het raam gehangen. Samen met ook de poster van de laatste speelfilm die hij gerealiseerd heeft, Lijmen het been naar Willem Elschot.